We hebben enorm lopen oefenen op de naam. Het is ook heel lastig, waar leg je nou precies de klemtoon? Maar in principe ligt de klemtoon op de eerste lettergreep, Szépmüvészeti. En het betekent het Museum voor Schone Kunsten. In totaal bezit het museum ruim 400 Nederlandse 17e-eeuwse werken, waarmee het tot de grotere collecties in de wereld behoort. Het is zelfs de vierde grootste collectie met Nederlandse kunst buiten Nederland. Het museum is nu gesloten. Het is eind 2015 dichtgegaan voor het publiek vanwege renovatie. Tot minimaal 2018 zal het dicht zijn. En dat bood ons de unieke gelegenheid om een selectie te maken van stukken die we hierheen wilden halen. Maar hoe zijn al die Hollandse werken in de loop der tijd in Hongarije terechtgekomen? Waarom bevindt zich kunst uit Haarlem juist in Budapest? De herkomst daarvan gaat eigenlijk terug al tot begin van de 19e eeuw. Misschien zelfs wel iets eerder en heeft te maken met belangrijke Hongaarse adellijke families. Vooral de Esterházy-familie is heel belangrijk daarvoor. Die zijn rijk geworden door middel van groot grondbezit. En Miklos II is op grote schaal kunst gaan verzamelen. Miklos II die had zelf een belangrijke voorliefde voor Italiaanse kunst. Maar hij wilde eigenlijk op hele eclectische schaal verzamelen. En in 1804 heeft hij een conservator aangesteld. Iemand die kunst aankopen voor hem deed, die ook de collectie beheerde. Dat was een Weense etser, Jozef Fischer. En die had juist een voorliefde voor Nederlandse kunst. Dus hij is op hele grote schaal Nederlandse kunst gaan aankopen. De Esterházy's hadden ook het interieur van de nieuwe kerk in Haarlem geschilderd door Pieter Sagedam. En wij hebben een heel vergelijkbaar stuk in onze collectie. Ook het interieur van de nieuwe kerk dat Sagedam een jaar eerder heeft geschilderd. En juist omdat de schilderijen zo vergelijkbaar zijn, hebben we ervoor gekozen om deze twee naast elkaar op te hangen, zodat bezoekers zelf naar de overeenkomsten en verschillen kunnen kijken. De nieuwe kerk is recent gerenoveerd. Toen Sagedam zijn schilderijen maakte, was de kerk nog niet volledig afgebouwd en zag hij de kerk in onaffe toestand. De nieuwe kerk werd ontworpen door Jacob van Kampen. Van Kampen was in die tijd al een bekend architect, die onder andere het stadhuis van Amsterdam, nu het Koninklijk Paleis op de Dam, op zijn naam had staan. Het stadsbestuur had niet zo heel veel geld, dus er moest bezuinigd worden. Zijn ontwerp was een van de goedkopere ontwerpen die werden gemaakt. Maar tijdens de bouw zijn er ook nog bezuinigingen geweest. En daardoor zijn er een aantal pilaren in de kerk weggehaald. En wat nou zo interessant is, is dat Pieter Sagedam die pilaren wel heeft geschilderd op de schilderijen. Sagedam en Van Kampen waren goede vrienden. Daarnaast was Sagedam net tot de gereformeerde gemeente bekeerd die in de nieuwe kerk zetelde. Vandaar dat hij zeer waarschijnlijk op de hoogte was van de bouwplannen. Eigenlijk zijn die schilderijen heel vergelijkbaar. Ze zijn vanuit dezelfde hoek genomen, een beetje waar ik nu sta, waardoor de preekstoel aan de rechterkant van de schilderijen is te zien. En daar gaat ook alle aandacht naartoe in het schilderij. In het schilderij in Budapest is een opengewerkt hek rondom de preekstoel te zien. Dat is niet te zien in Haarlem. Een ander verschil is de kroonluchters. In het ene schilderij zijn twee kroonluchters te zien, in het andere maar één. De kunstwerken die de Esterházy's in hun bezit hadden, werden vanaf 1812 tentoongesteld. Dat gebeurde in één van hun vele paleizen. Het paleis in Luxemburg, bij Wenen. Door het opkomende nationalisme in Hongarije was er ook een hele grote wens vanuit de Hongaarse bevolking om die kunst ook in Hongarije zelf tentoon te stellen. En uiteindelijk is er toen in de Hongaarse Academie in 1865 een deel van de collectie van de Esterházy's tentoongesteld. Dus toen was het voor het eerst, was een groot deel van die collectie, in Budapest aanbeland. In de 19e eeuw kwamen de Esterházy's financieel in zwaar weer te zitten. De zoon van Miklos II, Miklos III, moest een oplossing bedenken. Hij wilde de kunstcollectie verkopen om zo uit de financiële problemen te komen.
Er was vanuit de bevolking ook een hele grote vraag om die collectie te nationaliseren. Dan is er 3 jaar lang met de Hongaarse regering overleg geweest. En uiteindelijk is die hele collectie toen naar de Hongaarse staat overgegaan. En toen ging het om 637 schilderijen en ruim 3500 tekeningen en nog een veelvoud aan prenten. Direct nadat de Esterházy-collectie was overgenomen, is de Hongaarse staat ook zelf verder gegaan met het aankopen van kunst. Rond 1900 is er heel veel aangekocht in Wenen. Bijvoorbeeld de tekening Rekenende Boer van Cornelis Dusart. Voor die steeds uitdijende collectie van de Hongaarse staat werd ook een nieuw museum gebouwd. Het huidige Szépmüvészeti Museum. En dat opende in 1906 zijn deuren. En direct daarna zijn ze ook weer verder gegaan met verzamelen om specifieke hiaten in de collectie op te vullen. En dat hebben ze gedaan door ook weer op internationale schaal te gaan kijken waar de beste kunst zat. En toen zijn ze ook onder meer uitgekomen bij de firma Goudsticker, waar ze 3 schilderijen hebben gekocht. Waaronder het prachtige portret van Verspronk, portret van een man, maar bijvoorbeeld ook het vrolijk gezelschap van Buitenweg. Het museum bleef ook naar adellijke families kijken, die steeds vaker ook weer delen van hun collectie verkochten of schonken aan het museum. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1912 met de collectie van de graaf van Janus Palfi. En daarin zaten 121 schilderijen, waaronder ook weer Nederlandse werken. Bijvoorbeeld het gezicht op Haarlem van Jan Vermeer van Haarlem, maar ook het portret van Gideon de Wild van Bartholomeus van der Helst. Van der Helst is vooral bekend als Amsterdamse portretschilder. Maar hij woonde tot in zijn 20e jaren hier in Haarlem. We staan nu in de Schachelstraat, de straat waar Bartholomeus van der Helst hoogstwaarschijnlijk is geboren. Zijn vader bezat hier een huis. Bartholomeus van der Helst schilderde een portret van Gideon de Wild, dat nu vanuit Budapest hier in Haarlem te zien is. En Gideon de Wild was een kapitein die voer onder het bewind van Michiel de Ruiter. Bijzonder bij dit portret is dat we de hele route kennen die het heeft afgelegd. Vanaf het atelier van Van der Helst tot aan de plek waar het nu is. En het portret is heel lang in de familie van de geportretteerde, Gideon de Wild, gebleven. Tot in het midden van de 19e eeuw is het steeds vererfd in de vrouwelijke lijn van die familie. En pas op een heel laat moment is het gescheiden van zijn pendant, het vrouwenportret wat erbij hoorde. En uiteindelijk is het ook in Parijs beland. En vanuit Parijs is het gekocht door de graaf Janus Palfi, die in 1912 eigenlijk zijn hele collectie als legaat schonk aan het museum. Dit is een van de beroemde schutterstukken van Frans Hals in onze eigen collectie. De officieren van de Cluveniersdoelen. En wat nou zo mooi is, is dat hier de vader van Gideon de Wild op staat. Deze officier hier in het midden met de zwarte hoed die aan tafel zit. En Gideon de Wild was zijn 12e zoon. Ten tijde van het communisme in Hongarije lag het aankopen van kunst grotendeels stil. Toch kwam er nog steeds nieuwe kunst het museum binnen. Vaak omdat er dan delen van andere particuliere collecties werden geannexeerd, als het ware. En dat is gebeurd met de verzameling van Georgi Raad, een belangrijke kunstverzamelaar die vooral toegepaste kunst had. In 1951 zijn zijn schilderijen uit zijn collectie naar het museum gekomen. Zo bezat hij het Slachten van een Os van Isaac en Adriaan van der Stade en daarnaast ook het Vrolijk Gezelschap van Dirk Hals. Ik vind het heel moeilijk om een favoriet werk te noemen, maar ik heb wel favoriete details in schilderijen. Ik vind het vogeltje in het tapijt van de Grebber echt fantastisch. De ham, waar je echt de snedes van het mes ziet in het leven van Heda. En de gordel van Tobias in het schilderij van Dirk Bleker. Hoe pasteus dat is geschilderd. Het is natuurlijk een unieke kans dat door de sluiting van het Szépmüvészeti Museum zo'n groot deel van hun collectie Haarlemse en Nederlandse kunst nu naar Haarlem kon komen, wat anders nooit het geval zou zijn geweest.